Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van de Grote Glory. Vandaag ga ik bespreken wat ik vandaag heb gedaan, of beter gezegd deze week. Ik ga ook nog wat zeggen over de promo die er vrijdag aankomt, want Rule Breakers komt weer aan en het is eigenlijk hetzelfde concept als vorig jaar. Toen kregen we natuurlijk kaarten zoals Harry Kane en ja, bijvoorbeeld André voor de wat lagere budget, zeg maar. Er waren gewoon bruikbare kaarten die gewoon ja, redelijk goede stats kregen ten opzichte van een normale kaart. Zodat ze wat bruikbaarder werden. Sommigen kregen meer pace. En dan kregen ze bijvoorbeeld iets minder shooting. Net zoals Kane bijvoorbeeld had. Zodat hij dan toch iets bruikbaarder werd omdat hij dan meer pace heeft. En ik denk dat dat een hele goede promo is. Ik denk dat het wel een beetje valt of staat met welke kaarten ze erin doen. Als ze bijvoorbeeld zo'n Firmino erin doen, die blijkbaar al geconfirmed is. Dat vind ik dan wel een beetje jammer, omdat hij natuurlijk ook al met Fries een soort gelijke kaart had gehad. En nu eigenlijk precies hetzelfde. Ook alle stats boven de 80. Dus het lijkt erop dat die dezelfde kaart krijgt. Ook krijgen ze waarschijnlijk position changes, wat ik zag. Mandi, centerback, Firmino dan, CM, Dembele spits. Die vorig jaar dus ook een freeze had. Dus daarom, ik hoop dat ze gewoon wat nieuwe spelers wat geven. En dat zou ik gewoon heel fijn vinden. Want dan wordt het in ieder geval weer interessant om wat teams te kunnen bouwen. Daarover gesproken, dit is mijn team nou. Ik zie dat ik hier nog wel even een jagerkaartje voor moet halen. Of een schaduw bedoel ik. Maar die heb ik geen, volgens mij. Nee, zeer zeker niet. Dit is mijn team. Ik zal even laten zien hoe ik het in-game speel. Even kijken. De 4-2-3-1 gebruik ik meestal. En als ik echt achter sta, dan switch ik naar de 4-3-3. En dan verander ik nogal wat aan die opstelling. Want dan ga ik ook wisselen. Dus dat klopt niet helemaal. Even kijken. De 4-2-3-1 speel ik Alan en Pogba op CVM. Dat vind ik gewoon heel fijn. Gewoon één verdedigende middenvelder. Pogba die wat meer kan voetballen. Alan mag wel. Misschien een keer een betere kaart voor in de plaats komen, maar ik weet nog niet wie. Die N'Golo Kanté kaart die er aan is gekomen, die is wel echt heel erg goed. Maar dat weet ik niet of ik die nog ga doen. Ik ga dadelijk even kijken en dan ga ik even kijken wat de requirements zijn, want daar heb ik nog niet zo heel goed naar gekeken. Ja, verder, Mbabu. Wat ik meestal doe, is hem eruit voor Davies en dan wissel ik Walker en Davies om. Dat doe ik dan ongeveer in de rust of in de 60ste minuut. En Grealish gaat er altijd uit voor ja, iemand anders. Want die is ook niet echt super goed. Ik vind wel dat hij goed dribbelt. Dat doet hij heel erg fijn. Maar ja, zijn shooting is dat. Volgens mij heeft hij ook heel weinig shot power. En dat merk je wel. Met het afmaken is het nog steeds wel lastig. En natuurlijk is zijn pace ook niet ideaal. Ja. De shooting is natuurlijk niet super goed. En dan doe ik Benzema spits en Fekir op kam. Ik denk dat Benzema misschien wel beter in een tweespits systeem speelt dan alleen in een spits. Omdat hij nu natuurlijk nu wel heel traag is. En vooral omdat je dan Grealish er ook nog langs hebt. Rafinha is dan wel weer snel. Maar goed, daar moet ik misschien nog een keer iets voor verzinnen. Want ik denk als ik hier Kante doe, dat dan wel iedereen op full cam komt. Of. Nee, alleen Rafinha niet. Maar goed, dan komt Benzema wel weer op fullcam. Dus dat is dan. Misschien dat ik dat wel doe. En misschien dat ik dan zelfs nog zo doe dat ik Benzema er dan misschien uit doe. En dan die Bernardo Silva erin. Want die heeft natuurlijk ook een strong link met Grealish. Ja, dan moet ik nog even kijken wat ik ga doen. Ga ik eerst even naar die SBC's kijken. Ja, die Kostic is op zich een hele goede kaart. Echt heel, heel goed. Als je hem. Wat is dat? Oh, mijn broertje heeft iets geïnstalleerd. Shooting en dribbling. Als je dat boost, dan is het echt een hele goede kaart voor op de flank. Het is wel een beetje jammer dat hij maar 2-star zwakke been heeft. En 3-star skill moves natuurlijk. Maar ja, goed. Deze Kante, ja, die ziet er wel echt heel goed uit. Ja, nou, als je deze schaduw geeft en 98 stamina, dan is die echt niet te stoppen. Dus de dribbling is zelfs nog beter dan op zijn normale kaart. Kijk, 87, 86, 85, 84, 83. En deze twee squads. Ja. Dat is wel duur. Ik vraag me af of die echt wel daadwerkelijk goedkoper gaat zijn. Ja, die is wel goedkoper dan zijn normale kaart. Want die is
Ik weet niet precies hoe duur die is. Ik heb de markt niet zo in de gaten gehouden. Vooral de hoge meter, want daar wil ik gewoon het liefst van afblijven. Want die zijn alleen maar minder waard aan het worden. Ja, je bent al een zilver, die ga ik 100% nog doen. Dat moet dan vanavond of morgen, want het is nu donderdagavond. Hier heb ik echt ontzettend veel winst op gemaakt. Ik heb superveel zilveren rares ingekocht. Argentijnse, Spaanse en sommige verkochten voor 2k. En ik had zo 250 coins ingekocht. Echt belachelijk hoeveel winst je erop kan maken. Ik heb er gewoon spijt van dat ik er niet gewoon helemaal unassigned op ben gegaan. Maar ja, als je er 50 in één keer moet bieden, dat is al veel. En als je dat dan ook nog 10 of 20 keer wil doen, ja, dan ben je gewoon heel lang bezig. Maar het is wel de moeite waard, dat zeker wel. De marquee matchups, ja, niet zo heel bijzonder zo te zien. Ik kan gewoon kijken of ik Tottenham Spurs of Manchester United Spurs, maar dat vraag ik me sowieso af of ik die heb. En ik vraag me sowieso af of die veel waard zijn geworden. Hier weer één uit de Eredivisie, dat is wel interessant. Vorige week al natuurlijk Ajax PSV en nu Sparta Feyenoord. Oké, dus dat betekent misschien wel dat Eredivisie spelers wel misschien wat meer waard zijn geworden. Dus ik zou ook zeker even in je club kijken of dat zo is. Ik ga dat zeker nu ook even doen. Even kijken, Eredivisie en dan zo. Even kijken, ja, die boeien natuurlijk allemaal niet. Tenzij deze ook meer zou waard zijn geworden, maar ik kan me niet voorstellen. Hij is wel degelijk meer waard geworden. Oké, nou, misschien omdat die bruikbaar is, misschien labiat. Ook. Oké. Nou, die kun je allemaal verkopen als je wil, maar ik heb er niet zo heel veel, dus daar kan ik niet zoveel zin in. Ik heb ze voor vorige week allemaal verkocht, zoals je ziet. Dus daarom is mijn club helemaal leeg. Ja, deze lijken wel echt wel voor veel te verkopen. Oh, dat is wel, wel chill. Zeker even doen. Had je eigenlijk vorige week moeten doen toen de Eredivisie Ajax, wat was dat, Ajax PSV kwam er toen in. En deze zijn allemaal untradeable, dus die kan ik niet verkopen. Ja, goed. Hebben we dat ook weer gedaan. Dan moet ik me wel nog kwalificeren voor de Weekend League, maar ik weet niet of ik dit weekend ga spelen. Want ik heb eigenlijk weinig tijd. Ik heb wel 10 terstekens gekocht voor 23k. Vond ik best wel, dat komt omdat ik hem op goal had. En toen zag ik van, ik heb hem voor 23,5k gekocht. Hoe kan dat? En toen ging ik op de markt kijken, waar ze nog steeds 23,5k. Dus ik heb er een aantal geboden voor 10 of 23k. Ik kreeg ze allemaal. En ja, nu is die container natuurlijk gedropt. Dus ik denk dat die nu wel iets meer waard is. Kijk. Gaat dat de goede kant op met investeren? Daar ben ik wel blij mee. Ik heb nog steeds een beetje een kater van. Ja. Ik heb nog steeds een beetje een kater van die Lozano's in vorm. Want ja, oh jee. 27,5k gekocht. Lozano. Want die is nou natuurlijk helemaal niks meer waard. Nog steeds niet. Oh, ik ben zo blij dat ik die verkocht heb. Dat ik niet nog langer ben gaan wachten tot ze meer waard werden. Man. Oh, wat een verschrikkelijk drama was dat, zeg. Maar goed. Vodder doet het in ieder geval wel goed dit jaar. Dat lijkt het tot nu toe het enige te zijn wat goed werkt. Ik ben nog steeds die Philippus. Die heb ik ook allemaal voor 1700 gekocht. Maar ze zijn nog steeds een lazy listen. Maar ik ben er al een heel aan het kwijt. Dieners was ik ook aan lazy listen voor 2400. Die waren allemaal verkocht op de een of andere manier. Dieners die voor precies dezelfde dag verkocht. Maar die verkochten wel. Die had ik ook voor 1800 gekocht en die verliep voor 1700. En maar heel gek dat die dienjes dan wel zoveel waard zijn geworden. Ja, misschien door de prem requirements voor Bernardo Silva, want tegen die tijd had ik ze allemaal verkocht. Ja, die stegers die kan ik wel allemaal naar de transferlijst sturen. Ik heb er natuurlijk al eentje in mijn club, dus de rest kan ik allemaal verkopen. Allemaal voor 23k. Zelfs allemaal voor 27k verkopen. Dat doen ze wel, misschien zelfs voor iets meer. Dan heb je dus 4k min 1k tech, zeg ja, 3, 2,5, ja, 2800 coins zou je daarover. Nou, dat is toch 28k op 10 terstegens. Ik vind dat best wel veel. Ja, Weekend League ga ik dus waarschijnlijk niet doen. Ik ga kijken wat ik maandag aan jullie kan laten zien. Ik hoop een nieuw team met Kante en Bernardo Silva. Ik hoop ook dat ik Kostic en die andere players bezig ga doen, want dat blijf ik maar doen. Ik moet wel eerlijk toegeven, de Cruze en andere objective heb ik allebei niet kunnen voltooien, omdat ik te laat was daarmee. Cruze had ik echt, die kon ik misschien nog wel voltooien, maar toen liep mijn internet ook vast of FIFA wilde niet meer opstarten. Ik werd uit de EA-service gekickt constant. Ik had nog een uur en ik moest nog 2 of 3 wedstrijden.
Maar ja, na de eerste wedstrijd werd ik meteen uitgekikt. En ik wist niet eens of ik hem gespeeld had. Maar ik kwam ook niet meer in. Dus dat was een probleem. Dus André en Kroes allebei niet gedaan. We hadden ook niet zo'n geweldige kaarten. Dus daar heb ik niet zo'n spijt van. Maar het is natuurlijk wel jammer. Maar dan had ik eigenlijk moeten weten dat die afliepen. Maar goed, dat wist ik niet. Ja, dus dan komt er maandag een nieuwe video online. Ik ga nog kijken wat ik daar ga laten zien. Maar ja, dan hoop ik jullie daar weer te zien.